Ik kan me er niet echt een voorstelling van maken. Ik denk dat het een rood gekhuis wordt. En ik denk een hele mooie beleving. Ik denk een van de mooiste belevingen met wielenleven tot nu toe. Als je begint met fietsen en je wordt een beetje fanatiek, dan ja, heb je het altijd over de Tour en nog steeds. Iedereen vraagt natuurlijk rij je harde rijden, harde Tour rijden. Heb je de Tour wel eens gereden? En ja, ze zeggen wel eens als ze een keer de Tour gereden hebben. Johnny Hogerland bereidde zich deze week redelijk rustig voor op zijn debuut in de Tour. Op deze fiets gaat hij de komende drie weken ruim 3400 kilometer door Frankrijk rijden. Het wordt zijn derde grote ronde, maar zijn eerste Tour de France. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Ik heb de Giro en de Verwelta gereden. De Giro vond ik indrukwekkend. De Verwelta, ja, was meeste grote rondes, vond ik ook indrukwekkend. Maar de Tour schijnen me niks te verrijken zijn. Zelf ben ik in de koers, dus ik denk dat ik na een paar dagen gewoon koers. En ja, het is natuurlijk wel heel speciaal, maar. Ja, het is toch koers, en ik denk dat het ja, juist voor de mensen om me heen, mijn vriendin, mijn, mijn vader, dat het wel uh, heel speciaal is. Ook voor Zeeland is het speciaal, want deze Patrick Tolhoek, ook uit Ierseke, en Maarten Ducro uit Vlissingen waren in 1990, 21 jaar geleden, de laatste Zeeuwen in de Tour. Ik sprak Maarten Ducroo nog, ik zei ja, uit de boeken joh. Toen moest hij lachen. Maar ja, het is natuurlijk, als het 21 jaar geleden is, is het toch wel speciaal. Dat zegt genoeg, 21 jaar geleden. Twee Belgen, een Italiaan, een Sloveen, een Fransman en drie andere Nederlanders gaan namens Vacansolei DCM mee met Hogerland. Geen van de negen is kopman, iedereen krijgt zijn kansen. En Hogerland weet al waar hij naar uitkijkt. Ja, ik denk naar elke Nederlander, ik denk naar alle op de West. Maar ik denk dat elke etappe uh, gewoon uh, een beleving is in de Tour. Wat is je doel? Ja, sowieso uitdraaien en uh, proberen uh, een aantal keer in een goede stap mee te zitten en kijken wat er dan uh, te halen valt. Ik kan goed bij de hop, maar ik ben ook geen superklimmer, dus ik moet me niet op het klassement gaan richten. Ik moet gewoon zorgen dat ik voor een dag succes probeer te houden.